Hi, vandaag wil ik het met je hebben over coaching en dat het niet erg is om je te laten coachen. Wat we veel zien in onze omgeving is dat er een soort van maatschappelijke overtuiging is die aangeeft van joh, het is raar als je een coach of een psychiater bezoekt, maar dat is helemaal niet zo. En het is tijd dat dat verandert en dat je dat ook voor jezelf mag inzien, dat het juist ontzettend veel bijdraagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling wanneer je wel een coach bezoekt. Het is namelijk geen zwaktebod om coaching te volgen. Het kan je alleen maar meer in je kracht laten staan, waardoor je zelf grote stappen vooruit kunt maken. Je stelt je namelijk kwetsbaar op en je laat zien wat je valkuilen zijn. En daarnaast krijg je ook input hoe je dat kan veranderen, hoe je het anders kan doen voor jezelf. En dat is ontzettend krachtig. Daar kun jij zelf ontzettend veel mee groeien. En het is ook fijn om inzichten te krijgen van iemand die er net even anders in staat als jij, of van iemand die jij niet persoonlijk kent, zodat er met een objectieve blik gekeken wordt naar hetgeen waar jij telkens tegenaan loopt. En door te onderkennen dat je ergens tegenaan loopt en dat je hulp bij kan gebruiken, open je dus de deur van de oplossing, waardoor het veel sneller gaat dan wanneer je het alleen zou doen. En de uitspraak twee weten meer dan één is ook bij coaching van toepassing. Je hoeft het niet alleen te doen. Er is voldoende hulp beschikbaar om je heen. Alleen moet je wel zelf de hulp zoeken en inplannen. Want je zult merken vooraf misschien dat er een drempel is waar je even overheen moet, maar achteraf dat het je zoveel brengt en dat je er zoveel van groeit dat je eigenlijk zou willen dat je het al eerder gedaan had. Want het voordeel van coaching is eigenlijk dat je het probleem die je hebt als je geen coach bezoekt, vanuit je eigen mindset benadert. En zelf met dezelfde insteek als waarmee je het probleem eigenlijk al de hele periode benadert, het ook probeert op te lossen. En dat is gewoon echt heel lastig. Want je kunt geen nieuwe inzichten krijgen met dezelfde mindset als waarmee het probleem eigenlijk gecreëerd is. Dus een coach kan je daar ontzettend goed bij helpen. En het getuigt van kracht en van zelfkennis wanneer je dit doet. Het laat zien dat je open staat voor de oplossing en dat je er hulp bij kan gebruiken. En je zult zien dus dat je na je coaching echt zoveel meer inzichten hebt en dat je daar alleen veel langer over gedaan zou hebben of dat je dat juist helemaal niet voor elkaar zou hebben gekregen. Je ziet bij bedrijven ook vaak dat het management ook een coach heeft die ze adviseert in dingen die ze doen. Of dat er een OR is, of dat er een raad van commissarissen is die input levert aan de directie over dingen die zouden kunnen veranderen. Of die ze beter zouden kunnen doen. Of die meedenkt met beslissingen die gemaakt worden. En die mensen die denken puur en alleen vanuit het belang van het bedrijf, niet uit de belang van de persoon. En eigenlijk kun je persoonlijke coaching met hetzelfde vergelijken. De coach die jou helpt, die wil het beste voor jou. Die wil alleen maar jou helpen verder te ontwikkelen. En die doet dat dan ook tijdens de sessies die je met een coach hebt. En coaching kun je voor meerdere dingen inzetten. Je kunt het bijvoorbeeld inzetten om een persoonlijk probleem op te lossen, of om nieuwe stappen te durven nemen, of om over een angst heen te komen. En na afronding van het traject zul je zien dat je echt veel meer vanuit je eigen flow jouw pad kunt vervolgen. En dat het ook veel sneller gaat als wanneer je het alleen zou doen. En alle obstakels die er waren, die zijn of getackled tijdens het coachingproject, of ze zijn er niet meer, of je hebt handvaten gekregen hoe je ermee om kan gaan. En doordat je coaching gevolgd hebt, zul je zien dat je veel meer zelfvertrouwen hebt. Dus dat je jezelf veel meer credits geeft. En de beperkende overtuigingen die je had, dus ik kan het niet, het gaat van mij nooit lukken, ik ben daar niet goed genoeg voor, die zullen ook weg zijn aan het eind van een coachingstraject, zodat je echt zelf grote stappen vooruit kunt maken. En als er drempels waren, of weerstand, blokkades, hoe je ze ook wil noemen, dan zul je ook tijdens je coaching ontdekken welke dingen daarachter zaten. En leer je ook hoe je je er niet meer door kan laten beïnvloeden, zodat het in de toekomst niet meer voorkomt. En dat er een heel mooie nieuwe toekomst voor je ligt. Want wat er in het verleden gebeurd is, dat zegt niks over jouw toekomst. Dat zegt niks over hoe jij je verder kan ontwikkelen en op welke manier dat kan. Het zegt alleen iets over wat in het verleden gebeurd is. Het zegt niks over de toekomst. En juist door coaching kun je zulke soort dingen ook inzien. En kun je daar handvaten voor krijgen om daar heel goed mee om te gaan. En het wordt dus afstand, of het wordt mogelijk om het probleem op een andere afstand, op een andere manier te benaderen, waardoor je gewoon ontzettend veel nieuwe inzichten krijgt en jezelf
ontzettend veel laten groeien. Dus het is vooral geen zwakte bot om coaching te nemen. Het helpt je op weg om te laten zien wie je echt bent. En je zult na afronden van een traject, of dat nou met mij is of met een ander, echt voelen dat je stappen vooruit hebt gemaakt. En die stappen zou je alleen waarschijnlijk niet zo snel gemaakt hebben. En ja, of het nou met mij is of met een ander, gun jezelf gewoon het voordeel van coaching. Gun jezelf de stap nemen om jezelf verder te ontwikkelen. Want je zult zien dat je achteraf zoveel gegroeid bent. En je bent het gewoon echt waard om die coachingstap te nemen en om verder te groeien. En mocht ik je daarbij kunnen helpen, kun je een afspraak inplannen via mijn website lindabisschop.nl. We gaan samen gratis even kennis maken met elkaar. Dan kunnen we kijken of het klikt en of ik jou kan helpen. Of jij überhaupt door mij geholpen wil worden. En als het met iemand anders is, ik zou zeggen heel veel succes. Maar plan het gewoon vooral in, want je bent het echt waard.